een fantastische autoreis. 34 dagen naar het dak van de hemel in China en Tibet. Geweldige reis, maar veel mensen vinden het te lang. En ook sommige mensen zijn bang voor de hoogte. We passeren daar passen van 5200 meter. Daarom bieden we volgend jaar een fantastisch alternatief. Een 10-daagse of 14-daagse autoreis door Kyrgyzstan en Oezbekistan. Hoogtes maximaal 2000 meter, gemiddeld op 1000 meter. Landschap wat vaak doet denken aan Tibet. Kortom, een fantastisch alternatief voor mensen die wat korter willen gaan en ook bang zijn voor die hoogte.